Dinsdagmiddag trok een delegatie van de regio Rivierenland en de andere organisaties, waaronder VNO-NCW, naar Den Haag om de verbetering van de A15 onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Ja, de petitie wordt ingediend namens de 10 gemeenten in de regio Rivierenland, de Fruitdelta, maar ook, en dat is ook belangrijk, samen met het bedrijfsleven VNO-NCW, Transport Logistiek Nederland, die ook vandaag bij ons zijn om het belang van die petitie te onderschrijven. Het belang van de A15 te onderschrijven. Want ja, we zijn natuurlijk niet voor niks de vierde logistieke hotspot van Nederland. En daarnaast vind ik het belangrijk om te melden dat wij als regio ook mee willen investeren samen met de provincie en het Rijk. En daarom hebben we onlangs besloten als deelnemende gemeente om een mobiliteitsfonds in te richten met 1 euro per inwoner. Naast het regionaal investeringsfonds wat we al hebben voor 3 euro per inwoner. Waarin we ook aangeven als regio ook zelf te willen investeren. Maar goed, die investeringen van het Rijk en infrastructuur die blijven natuurlijk enorm belangrijk. Vooralsnog onderzoekt het Rijk alleen nog een grondige aanpak van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Maar daarnaast worden er ook maatregelen bedacht die op korte termijn oplossingen kunnen bieden voor de hele A15. Ik ben namens de regio aan het lobbyen om te zorgen dat onze problematiek ook daadwerkelijk op de agenda komt van de Tweede Kamer en de regering. Ja, dus echt best een hele zware klus, kan ik zeggen. Maar dat is ook een van de redenen waarom we hier zijn. Om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk het is. Want we zijn al een stap verder. We zijn namelijk terechtgekomen als het vak Del Ochten. Waar blijkt in een verkeerskundig onderzoek van dus het ministerie zelf. Dat het een gevaarlijk stuk is. Dat we ook inderdaad doorstromingsproblemen hebben. En dat het onveilig is. Maar het is blijkbaar nog niet ernstig genoeg om uiteindelijk echt op die agenda te komen. En dat is nou exact de reden waarom we hier zijn. Vooralsnog onderzoekt het Rijk alleen nog een grondige aanpak van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Maar daarnaast worden er ook maatregelen bedacht die op korte termijn oplossingen kunnen bieden voor de hele A15. Zo worden in- en uitvoergestroken op een aantal plaatsen tussen Del en Ochten al verlengd en zijn er waarschuwingsborden voor opstoppingen aangebracht. De regio wil echter veel meer van dit soort oplossingen op het Rivierenlandse deel van de A15. Wat we eigenlijk graag zouden willen is dat het dezelfde aandacht krijgt als het vak Papendrecht-Gorinchem.